Jij was geschrokken, hè, Sarah? Ja, ik ben dan ook supergoed in het nadoen van een leeuw, hè. Ik ben heel goed in het tekenen van een leeuw. Oh, ga jij een leeuw tekenen? Ja. Oh, dan ga ik ook een leeuw tekenen. Makkie, wee! Ik ga beginnen met de snuit van de leeuw. En daarvoor teken ik eerst een driehoekje in het midden van mijn velpapier. Een lijntje, streepje naar beneden, nog een streepje naar beneden. En die driehoek kleur ik ook meteen in. Zo. Kleuren, kleuren, kleuren. En dat is de neus van de leeuw. En nu ga ik het mondje tekenen. Dat is gewoon een lijntje naar beneden. En dan nog een lijntje. En nog een lijntje. En nu komt het gezicht van de leeuw. En nu ga ik de lijntjes verbinden. En dan naar boven. Zo. En weer naar beneden. En dan zie je dat hier nog een kleine opening is. Die ga ik ook met elkaar verbinden. Dan tekenen we de oogjes van de leeuw. Twee bolletjes. En die ga ik bijna helemaal inkleuren. Ik laat zo een klein stukje nog gewoon wit. Oké, en dan de snorharen. Allemaal puntjes. En dan een paar echte snorharen. En aan deze kant ook. Zo. Hij ziet er al mooi uit, hè? Maar onze leeuw heeft ook nog oortjes nodig. Dus die ga ik ook nog even tekenen. Een oortje hier. Zo. En een oortje aan de andere kant. Hij ziet er al heel mooi uit, maar er ontbreekt nog iets. De mooie, stoere manen van de leeuw. En dit vind ik ook wel het leukste stukje van de tekening. Ik neem een oranje potlood en een geel potlood. En nu ga ik gewoon overal rond het hoofd van de leeuw streepjes trekken. Zo. Helemaal rond. Eerst in het oranje. Hele mooie manen. En dan ook hetzelfde met geel. Zo. Nu is mijn leeuw echt helemaal af. Stoer, hè? Tada! Mijn leeuw is ook klaar. Kijk eens hoe mooi, Sarah. Mooi. Ja, heel mooi. Maar Sokpop, jouw leeuw die heeft blauwe, paarse en groene manen. Yep. Dat is wel een hele speciale leeuw, hè? Ja, natuurlijk, want hij is naar de kapper geweest om zijn haar te kleuren. En morgen gaat hij terug voor vlechtjes.